Lijkt of je oranje haar hebt. Met... Oh, ben je toch ook lief, hè? Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag. Ik weet niet of jullie mij kunnen horen, maar het is super slecht weer. Echt de grootste regenstorm ever. En ik ben onderweg naar een afspraak vlakbij Utrecht. Doei! En ja, het weer is wel echt... depressive. Horrendous. Maar goed, ik ga jullie weer gezellig meenemen. Check dit. Wij zijn weer back in Amsterdam na onze afspraak. En we gaan nu lunchen, Esme en ik, bij George en e-mails doen. En even de weekplanning doorspreken voor volgende week. En eten, natuurlijk. We hebben gegeten. En ik ben weer vergeten het eten te filmen. Ik ben weer thuis en er zijn wat pakketjes binnengekomen. Nee, wel. Ja, sorry. Wel, gevond. En het is super veel. Maar misschien moet ik vanavond of morgenochtend als Ronnie slaapt alles laten zien. Want het is wel zo leuk als ik het ook aan kan trekken allemaal. Natuurlijk. Maar ik heb één pakketje van mijn Theresa. En dat is de trui die ik nu aan heb. In een andere kleur. En hier is die, deze Ralph Lauren trui. Ik zal hem hieronder even linken. Hij is ook in het wit. En ik heb deze dus aan. Maar dit is een vintage trui. In het groen. En ik zal hem even linken. En ik heb een Dior pakket. Wat zou erin zitten? Staat er iets op het kaartje? Oh, ik denk dat dit voor Sander is. Want er staat op Happy Father's Day. Daar zal hij wel blij mee zijn. Ik ga het gewoon openmaken. Oh nee, dit is echt, dan ziet hij... Oké, ik ga het bewaren. Dit is zeker voor Sander. Ik ga het dicht doen. Oké, Bibi is uit school gekomen. En ik ben dus even snel weggegaan. Want we gaan naar Kay. Tenminste naar Kay haar kantoor. Kay heeft natuurlijk haar armbandjes. En Bibi mag armbandjes uitkiezen. Het is zo leuk bij Kay op kantoor. Want zij heeft... wacht, het is de volgende. Het is wel 13. Ze heeft... echt zo'n hele leuke muur waar alle armbandjes hangen. Dus ik zal het zo even voor mij nog een keer laten zien, maar ik zal het zo nog even filmen. Dit is super leuk. Goed. Schrok me dood. Zullen we deze pakketten meenemen voor Kay? Of is dit niet voor Kay? Nee, dit is niet voor Kay. Oké. Hallo. Het is toch geweldig? Wij zijn bij Kay gezellig aangekomen. En kijk hoe mooi de muren zijn. Dit is toch leuk, niet? Dit is super leuk. Ja, dit is dus net binnengekomen. Maar welke kleuren vind jij leuk? Maar deze kleuren zijn super leuk. Kijk, alle armbandjes bij Kay. Yes. Zo leuk, deze zijn ook leuk. Al die kleurtjes. Ja, ik ben nog nooit geweest, maar... En het wordt mooi weer. Oeh, deze is leuk met die pandal. Lekker, dus je kan ook echt gaan chillen op het strand. Ja. Superleuk. En die palmboompjes zijn ook leuk, hè? Ja, maar die zijn echt leuk. Ik ga er ook een paar uitkiezen, ja. Ik heb deze armbandjes uitgekozen voor één arm. Ik vind deze zo leuk met roze en rood. Kay, haar merkje heet Forever With Everyone. Deze vind ik super leuk. Die is nieuw bij Kay. En dan die. En... Ondertussen worden mijn enkels gesteld. Wacht, dat stelletje moet even goed. Zo. Nee, wacht, het zit nu echt niet leuk. Nee, dat dacht ik, wist dat je dat ging zeggen. Maar dit is ook nog niet af. Het zijn er 3. Je moet nog meer doen. Er 5 zeker? Ja. Ja. Dat dacht ik al. Iets strakker. Ja, die mocht wel iets strakker. Je hebt een hele lege arm vandaag. Ja, yeah, I know. Kijk, dit had ik als sample. Wat vind je hiervan? Heel leuke kleur. Echt. Super leuk. Ja? Ook? Ja, ik ben het aan het filmen. Oh, mag dat? Ja, maar ik weet nog niet of ik het ga uitbrengen, maar... Oké, jullie moeten een comment achterlaten of ze het moeten uitbrengen of niet. Ik vind het echt super leuk. Ja, ik zou dit wel dragen. Bibi en ik hebben allebei zulke leuke nieuwe armbandjes. Mijn camera doet trouwens, hij stelt het niet meer scherp. Dus hij stelt wel scherp, maar je kan het niet meer zo handmatig doen. Ja, raar. Super raar. En we gaan nu snel, want het is 6:15.
Olletje halen op de crèche. En dan gaan we lekker pizza eten. Bij mama Do, dat is onze favoriete pizza. Dat is wel echt lekker pizza. Ja, vind ik ook. En ze hebben er ook een bambino, zo'n leuke kinderpizza. Dus Olly krijgt ook pizza. En mijn moeder komt ook eten. En gaan we lekker chillen vanavond. Hey guys, ik lig in bed. En ja, the end. Ik ga Unbreakable Kimmy Schmidt kijken. Laat even een comment achter als jullie dat al gezien hebben. Of als jullie nog leuke nieuwe Netflix series ontdekt hebben. Ik vind dit echt super grappig. Ik had best wel een tijdje niet gekeken. En ik ben nu met seizoen 3 begonnen. Want die staat op Netflix. En het is echt super grappig. Dus ik ga het even lekker kijken. En dan slapen. En dan hoop ik dat Olivia morgen een beetje uitslaapt. Dus ik zie jullie morgen. Goedemorgen. Het is 8 uur. En... deze baby heeft een beetje uitgeslapen. Zo gezellig zijn we lekker de hele dag samen vandaag. Ik heb me aangekleed en ik heb een trui aan. Ik ga even, als ik tijd heb, een hele unboxing doen. Maar ik heb een nieuwe trui aan van Naked. Witte knit. En hij is zo zacht. Dit wordt echt mijn nieuwe favorite sweater. En hij heeft wijde lopende mouwen. En ik heb shorts aan. Mocht je het je afvragen. En hij zit dus zo. Echt, I love it. Maar goed. Het nieuws van de dag. Is dat er een app bestaat. Ik weet niet of jullie het al wisten. Bibi is overigens nog helemaal niet aangekleed. Bibi is overigens nog niet aangekleed. Maar er is een app waar wij achter zijn gekomen. Misschien kennen jullie hem al lang. En die app die heet Moments. En ik ga hem ook stiekem op Sander's telefoon zetten maandag. En dan kijken. En ik zal het even laten zien. Maar we moeten nu niet te veel op mijn telefoon. Want dan manipuleren we hem. Kijk. Het ziet er dus zo uit. Dus je krijgt te zien. Ik heb 20 minuten op screen time gehad sinds ik hem heb gedownload. En dan kan je dus ook bij Insights. Oh, dat kan nog niet. Anyways, bij Insights kan je dan zien welke apps je hebt gebruikt en hoe lang. Dus daar ben ik ook super benieuwd naar. Dit is een coach. Maar moet je denk ik allemaal dingen kopen? Om iets minder op je telefoon te zetten. Screen time detection. Ja, echt awesome. Ik heb hier zo'n zin in. Maar dit, je hebt nu dus 3 apps gebruikt nu? Nee, dit is gewoon wat ik allemaal gedaan heb wanneer ik mijn telefoon heb opgepikt. Ah. Dus super nice. Dus ik ben heel benieuwd na een week hoe het er dan uitziet. Ja, of ik dan... En hoeveel uur je op Instagram hebt gezeten? Hoeveel uur ik op Instagram of WhatsApp. Ik weet dus echt niet wat mijn... Ik doe ook wel veel op mijn mail. En natuurlijk ook veel op editing apps. Ik denk dat papa vooral Twitter heeft. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat hij echt 2 uur of zo per dag op Twitter zit. Ik denk het ook. Maar laat even een comment achter als jullie deze app hebben. Ja. Beneden, zoals altijd. Wij hebben even boodschappen gedaan. En we gaan nu lekker lunchen met croissantjes en kaasjes en allemaal dingetjes. Oh, avocado moet ik ook even pakken. En Mo komt ook gezellig. Hey guys, good morning. Het is zondag. Ik was gisteren niet meer gaan vloggen. En Olly en ik zijn nou even wakker. En ik heb een nieuwe lievelingstop aan. Maar ik ga morgen al spulletjes even unboxen en try-on doen voor mijn nieuwe kleding. Dus dat zien jullie morgen. Maar goed, ik heb deze alvast aangetrokken. En Olly en ik gaan nu naar Lars. Die woont aan het water met Mo. Mo komt ons nu halen. Dus we gaan even het kinderstoeltje in de auto zitten met Mo. En dan gezellig lekker buiten zitten. Ik ben aangekomen bij Mo gezellig. Ja. En we zijn met allemaal kleintjes. Waaronder deze baby. En het is echt super lekker weer. Ja, het is zo chill. Met mijn allerbeste vriendinnetje, Olivia. Olivia heeft een wikipakje van een ander kind gepakt. Maar dat heeft ze zelf nog nooit op. Dus ze is even een issue. Hey. Dus ze is heel erg obsess met het rietje. Hey. Hey. Wij zijn weer thuis en het was echt een super gezellige middag. Het is nu 6 uur, ik wilde eigenlijk net gaan koken. Alleen Olivia die wilde tegen mij aanliggen en die eet even een krakotje. Maar die is echt, die hebben jullie trouwens heel lang niet gezien. Ze heeft ook al super lang geen krakotjes gehad. Alleen ik heb het gevoel of Olivia zich niet heel lekker voelt. Want ze was heel stil tot nu toe. En ze ligt nooit zo lang op, maar ze is altijd heel bewegelijk eigenlijk.
Maar ze heeft die laatste prikjes gehad, 14 maanden prikjes. En ze zeggen, omdat ze een soort van levend vaccin in kindjes spuiten, dat ze dan 5 tot 12 dagen na de inenting ziek worden. En dit is nu dag 6 erna, dus het zou kunnen dat ze even niet zo lekker is door de prikjes. Maar ik ga haar zo lekker eten geven en wassen en dan denk maar vroeg naar bed. Sander komt morgen gelukkig ook thuis uit Canada, dus daar heb ik ook heel veel zin in. En het is super donker aan het worden buiten, dus ik denk dat het gaat onweren ook zo. Hè, moppie? Hi. Hi. Lijkt wel of je oranje haar hebt. Hi. Oh, ben je toch ook lief, hè? Ik heb ook echt, nu ik alleen thuis ben, totaal geen zin gewoon om voor mezelf te koken. Doen jullie dat wel? Altijd. Soms heb ik er wel echt zin in. Maar, I don't know, het is zo warm en ik heb überhaupt niet eens heel erg honger. Ik heb niet zoveel zin om te koken eigenlijk. En Olivia heeft 39 graden. Dus die, dus die heeft ook niet echt een eten. Dus die eet wel een krakotje, maar die wilde verder niet zo heel veel. Dus ik denk dat ik een beetje avocado zo aan haar geef. Maar goed, ja, dat ga ik maar doen. Mama. Mama. Papa. Mama. Mama. Zeg maar mama. Olivia zegt tegenwoordig mama. Dus ja. Ik lig lekker in bed en het is best wel vroeg, maar ik ben zo moe. Want ik had gisteren dus niet meer gevlogd. En gisteren ben ik, was ik ook vergeten te vertellen, ben ik naar het park gegaan met Olivia en Mo. En toen ging Olivia aan het pierenbadje en dat was super leuk. En toen hebben we uiteindelijk bij thuis gezeten en later kwamen Lars en Kay ook nog. En toen ging ik om 3 uur slapen, maar Olivia was natuurlijk gewoon om 8 uur wakker. Dus ik had super weinig geslapen vandaag. Maar het was heel gezellig, maar ik was dus, ben dus nu wel een beetje moe. Dus ik ga zo lekker naar bed. En dan morgenochtend begint weer een nieuwe week. Ik zit er wel aan te denken om in plaats van 5 dagen misschien te proberen om 4 dagen te werken. Want nu ook het weekend is zo snel gegaan en ik vind het zo leuk. Ook met mijn vriendinnen, maar gewoon met Olivia ook gehad. Het is zo gezellig om lekker bij haar te zijn. Dat ik misschien ga kijken of ik wel 4 dagen kan gaan werken. Ja, dus dat wil ik zeggen. Ik ga nu lekker slapen en ik zie jullie morgenochtend. Goedemorgen, het is maandagochtend en het is 9 uur. En Sander die is, hoe laat is papa thuis? 7 uur. Die had een nachtvlucht gehad vanuit Toronto, maar die had helemaal niet geslapen. Dus die is net naar bed gegaan. Die gaat even een paar uurtjes slapen en ik moet naar een afspraak zo. En Olivia voelt zich niet helemaal lekker toch van de prikjes. Volgens mij had ik dat gisteren ook verteld. Maar ze is heel slaperig, dus ze hangt lekker tegen me aan. Dus ik breng haar zo naar bed en dan ga ik naar een afspraak toe. Moppie. Ja, dus dat. En voor de rest gaan we gewoon werken vandaag. Volgens mij wordt het heel slecht weer vandaag. En ja, een lekker werk. Thuiswerkdagje, denk ik. Of op kantoor. 1 van de 2. Maar ik ga niet shooten of dat soort dingetjes doen. Gewoon mails en dat soort werk. Dus dat zijn mijn favoriete dagen. Ik heb net even wat producten bij MAC gehaald. En ik was op die shoot in Londen bij Swarovski. En die make-up artist die gebruikte NW20 en NC20 concealers. Dus die heb ik er even gekocht. Want die kan ik dan mixen. Want ik ben eigenlijk allebei die kleuren. Dus ja. Die heb ik weer. Allebei. Ze hebben tegenwoordig trouwens echt een handig pompje ook. Voor op de kwast. En dan heb ik verder nog een Naturel Skin Finish. En dit is, kijk, dit is het andere. Want ik merk heel vaak dat mijn make-up gewoon niet blijft zitten omdat ik geen poeder gebruik. Oh ja, ik heb een nieuwe Soft & Gentle trouwens. En deze. Dus dat.
Ik ben even aan het werk thuis en ik wilde nog iets heel leuks delen, namelijk een binnenactie. T-Mobile is namelijk een samenwerking aangegaan met de band Gorillaz. Ik vind het zelf een super vette band. Ik weet niet of jullie het ook kennen, zo niet, check het dan even. Het is echt... Sander is in ieder geval ook fan. Ja, het is echt heel vet. Maar volgende week, 20 juni, ga ik naar Keulen. Sander gaat ook gezellig mee, want zij hebben dan een concert. En daarvoor mag ik 8 tickets weggeven. Maar ik denk dat het handigst is als ik 4 giveaways doe. En dat je dan met een plus 1 kan gaan. Want het is in Keulen. En er gaan ook gebrande T-Mobile taxis vanaf Nederland naar Keulen rijden. Dus als je het leuk vindt om met een vriendin naar Keulen naar een Gorillaz concert te gaan. Of met je vriend. Want ik weet dat ook best wel veel mannen Gorillaz leuk vinden. Dus als jullie het leuk vinden om te winnen. Laat dan even je naam, e-mailadres achter. En waarom jullie het leuk zouden vinden om naar het concert te gaan. Dan gaan wij wat winnaars uitkiezen daarvoor. Ik heb er sowieso veel zin in, want Keulen is een hele leuke stad. Ik ben daar al vaker geweest. Hier komen van die leuke gekleurde huisjes op een stuk. Dus daar ga ik sowieso ook foto's nemen. Dus wij gaan woensdag ook daarheen. Dus dat is wel gezellig. Dan zie ik misschien een van jullie daar ook. En voor de rest... I don't know. En ik ga eindelijk even laten zien wat ik allemaal van Naked had besteld. Want dat heb ik al vrijdag gekregen. En ik heb nog steeds geen moment gehad om het te unboxen. Want normaal unbox ik natuurlijk alles. Alleen ik wil nu het ook aantrekken. Want dat is leuker. En jullie hadden allemaal gezegd dat jullie het leuker vonden om te zien. Oeh. Horen jullie dit? Dat is een raar geluid op mijn app. Dus let's get started. Het is niet alleen van Naked, maar de meeste dingen wel. Oké, dit is een deel van alle kleding. Ik denk dat ik maar gewoon... ga beginnen. Dat is denk ik het handigst. Met alles aantrekken. Oké, dit is de eerste jurk die ik aan heb. Het is een beetje een jurk voor een wedding, vind ik. En de rug is zo. Ik weet niet of jullie het zo kunnen zien. Het is open. Ja, dus dit is de eerste. Dit is trouwens allemaal van Naked. En alle items die je nu gaat zien, krijg je 20% korting met de code NOR20. En dit is het volgende item dat ik aan heb. Alle linkjes zal ik hieronder posten per item dat jullie makkelijker kunnen vinden. En dit is een pak jumpsuitje met stippeltjes. En achter is die ook gewoon zo dicht. Dus die is super cute voor de zomer. Oké, dit vind ik echt super leuk. Deze rok. Die is echt nice. Ik moet alleen even leuk schoenen erbij aantrekken. En deze blouse. Die had ik vandaag ook al aan. Echt, I love deze blouse. Die heb ik al 2 keer aangehad. Want, lekker wijde mouwen. En hij is van linnen. Dus hij is niet zo van dat vieze zweetspul. En is ook leuk maar lekker met een denim short. En een witte blouse is altijd chill om te hebben. Maar deze rok vind ik ook echt super, super leuk. Ik kan hem ook iets minder strak aantrekken. Dat hij iets meer zo zit misschien. Ja. En het is allemaal niet zo duur. Alles is rond de 20, 30 euro. Dus met de korting is het dan super cheap. En dit is de volgende outfit. Het staat niet echt heel leuk bij elkaar, maar goed. Dit is een zwart satijnen rokje. Met een basic roze shirt. Waar... Die heeft wel een mooi model. Even kijken, ik heb hem in een medium besteld. Zeg ik dat goed? Ja, want ik hou niet van strakke kleding. En er zit zo'n roosje op de mouw. En ik vind deze wel echt heel leuk, dit shirt. Leuk shirtje. Ik vind het wel leuk dat het ook een beetje onopvallend is. Zo gewoon deze roos. En deze is ook gewoon leuk voor met alles. En dit shirt is ook een van mijn favoriete items. Daar staat Thursday op. En ze hebben hem in alle dagen van de week. Dus je hebt gewoon Monday, Tuesday. Alleen ze hebben allemaal verschillende kleurtjes. En ik vond de kleur van donderdag het leukst. Dus vandaar dat ik deze genomen had. En doe even je duimpje omhoog en laat even een comment achter... Als jullie het leuk vinden dat ik, nog steeds leuk vinden dat ik al die kleding aantrek in de vlog. Want ik vind het zelf ook altijd wel leuk om te zien. Maar ja, misschien zitten jullie er niet op te wachten. Volgende shirt. Roze met rode sterren. Volgens mij zijn al deze shirtjes echt 12 euro of zo. Dus ik heb er daar, ik zal het niet allemaal laten zien. Want ik heb er echt iets van 3 of 4 nog. Maar dit waren de leukste. En ja, I like it. Misschien ook wel grappig gewoon om met een rode broek aan te trekken. Een beetje over de top, maar wel heel cute. Oké, dit is de volgende top. Ik zal even mijn spiegel zo doen. En dit is bij mij altijd echt de meest gestelde vraag waar ik mijn zwarte off-shoulder tops vandaan haal. En de meeste zijn dus van Naked. En vorige keer had ik er eentje die niet off-shoulder was. Maar die was echt meteen uitverkocht. Dus ik hoop echt dat deze er nog is. Ik ga hem zoeken en als hij er is, dan ga ik hem uiteraard hieronder linken. Het is wel leuker als ik hem in mijn short doe. Dus
deze. Ik heb gewoon een vintage Levi's short trouwens aan van mezelf daaronder. En deze top dus. Ik ben nu trouwens te lui om deze ketting om te doen. Maar hoe cute is deze ketting met maantjes? Ik heb het al eerder gezegd, maar alle linkjes staan hieronder. En dan nu de favoriete trui. Meest favoriete trui ever die ik ooit in mijn bezit heb gehad. Deze trui is zo zacht. En ik ben zo'n picky persoon die echt een hekel heeft aan alles dat kriebelt. En ik hou zo van lekkere knits. Kijk wie er in slaap is gevallen. Zo lief. Ja, dus dit is forever mijn favoriete trui. Ik ga er liefst nog één kopen voor de zekerheid. Dit is echt een dream trui. En dit is de laatste top. Die Calvin Klein top die ik gisteren aan had. Dat is ook echt love it. Echt super mooi. Oké, guys, wat ik nog even wilde zeggen. De vlog is gisteren online gekomen van... wat heb ik nou weer voor rode plek overal? De vlog is gisteren online gekomen. En ik merk wel dat ik de laatste tijd steeds meer negatief commentaar krijg. En op zich vind ik dat zelf, als het over mij gaat, helemaal niet erg. En dat kan ook allemaal gebeuren. Ik weet, als het over Olivia gaat, natuurlijk wel vervelend. Want ja, dat is mijn lieve babytje. Maar ik wil wel even één ding duidelijk maken. Want heel veel mensen zeiden dingen over mijn haar en extensions. Ik heb overigens op dit moment echt bijna geen extensions. En heel veel mensen zeiden van hoe weinig haar heb je. Want niet als er ook nog extensions bij zitten. Ik heb bijna geen extensions in. En mensen zeiden, je hebt je haar te veel geblondeerd. Ik had echt super veel comments. En je hebt zoden haar. En ik heb echt helemaal geen dun haar. Ik heb heel veel haar. Alleen, bijvoorbeeld nu zit er al 2 dagen een mega vet masker in mijn haar. Ik ga dus, als ik aan het vloggen ben, ben ik me dus niet aan het klaarmaken om er leuk uit te zien. Ik film gewoon mijn leven. En ik letterlijk kijk nooit in de spiegel voordat ik mijn vlogcamera aanzet. Dat is een beetje de bedoeling ervan. En dit is gewoon wat ik doe. Als je mooie foto's van mij wil zien, kan je op mijn Instagram kijken. Maar dat is hier niet, dit is niet het kanaal dat ik er heel graag mooi uit wil zien. Als ik naar Nine ga of zo, dan doe ik heus van mijn best. Maar dit is gewoon mijn leven dat ik film. En ja, niemand ziet er de hele dag mooi uit. Dus ik heb meestal uitgelopen mascara of geen make-up op. Of mijn haar. Ik was mijn haar 1 keer per week. Of mijn haar niet echt gedaan. Ja. Dus ik hoop dat jullie dat snappen. Ik wilde dat wel even uitleggen. Want ik merk wel dat er een beetje dat mensen bepaalde dingen niet snappen. Dat ik vaak opmerkingen krijg over dat ik er niet uitzie. Ja. That's life. Ik ga niet elke dag mijn haar in de krul zetten. Dat doe ik gewoon niet. Ik maak me 2 dagen per week op. En ik doe mijn haar 2 dagen per week over het algemeen. En dat is hoe ik ben. Want ik heb geen zin om mezelf elke dag helemaal mooi te maken. En ik heb het ook super druk. Ik doe heel veel computerwerk. Ik ben moeder. En ja, ik ben gewoon ook andere dingen aan het doen. Dus dat. En ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. En dat jullie al mijn kleren heel leuk vonden. Zoals ik net zei, die kleding van Naked... Met code NOOR20 krijg je 20% korting. Volgens mij wel maar 48 uur, maar dat weet ik niet zeker. In ieder geval nu, jullie de vlog kijken. Tenminste, nu jullie de vlog zien waarschijnlijk wel. En laat even een comment achter welk item je het leukst vond. En dan zie ik jullie zondag gezellig weer. Bedankt voor het kijken.